In alle eerlijkheid had ik niet gedacht dat het in coronatijd zo goed zou gaan met de clean-up. Er waren veel minder deelnemers dan normaal. 1.300 in plaats van het dubbele of misschien nog wel meer in andere jaren. Maar met die 1.300 mensen hebben we toch 200.000 kilo aan vuil opgehaald ongeveer. En daar zijn we super trots op. Veel mensen durfden toch uit voorzorg niet mee te doen in verband met corona. Of zegt op het laatste moment af. Ook dat kan natuurlijk. Um, en de reacties waren wederom positief. Je, je voelde een bepaalde trots in bepaalde wijken. Ik was zelf in Brievengat aanwezig, waar uh, uh, buurtbewoners uh, de Camino Brievengat echt uh, flink onder hand hebben genomen. Jongens die normaal gesproken ja, zitten te chillen daar. Die gaan echt zeggen, weet je wat, we gaan iets doen. We gaan onze wijk mooi maken. En daar gewoon heel veel positieve energie uit halen. De kustbatterij IDEM, een aantal wijken was echt uh, significant schoner dan andere jaren ook. Uh, Barbouquet, Las Almas en uh, omstreken bijvoorbeeld. Daar spraken de bewoners over dat het 75% schoner was dan andere jaren. Helaas was het ook op andere plekken weer net zo vuil als andere jaren. Maar uh, ja, het gaat, uh, het gaat de goede kant op. En de volgende stap is nu een petitie indienen. Uh, bij de ministers, bij het parlement en ook bij het bedrijfsleven. Uh, waarin we vragen om een aantal kaders waarmee het mogelijk wordt. ...om um, het eiland ook daadwerkelijk schoon te houden. Want goedwillende burgers alleen, daar heb je niet genoeg aan. Uh, maar bijvoorbeeld een verbod op single-use plastic... ...of uh, daling van de stortkosten bij de landfill. Uh, dat zijn dingen die je ook gewoon echt uh, nodig hebt. Nou, dat is volgende wat nu op de agenda staat. En we hebben natuurlijk een fantastisch anthem. Een uh, World Cleanup Day Curaçao-anthem, uh, Limpiabo... ...gezongen door Dibor en gemixt door DJ Menaza. Nou ja, uh, al met al zijn we lekker bezig en... Uh, ik ben trots op het resultaat.